Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugtetransport. Voor het eerst in lange tijd weer eens een thuiswedstrijd. Vandaag ontving Scherpenzeel SC Feyenoord, de nummer 6 van de ranglijst. Scherpenzeel heeft een mindere fase en verloor de laatste 5 wedstrijden. Vorige week nog werd er verloren van ARC, wordt vandaag eindelijk de weg naar boven weer ingezet. We gaan het zien. In de beginfase creëerden beide ploegen nauwelijks kansen. Scherpenzeel herovert de bal en is er dan snel uit via Arwin. Grote kans, maar hij stuit op de keeper. Goed druk zetten van Timo, hij onderschept de bal. De bal belandt uiteindelijk voor de voeten van Soufiane, maar zijn schot gaat net naast. Niet veel later moet diezelfde Soufiane geblesseerd het veld verlaten. Voor hem in de plaats komt Tefik. Scherpenzeel krijgt de eerste kansen, maar het zijn de bezoekers die op voorsprong komen. Nummer 10, Galit Rally, is de doelpuntenmaker. Tegenvallen voor Scherpenzeel dat eigenlijk best goed speelt. Dan direct na de 0-1, de dubbele wissel aan Feyenoordkant. Opmerkelijk na minder dan een half uur spelen. Tefik vandaag gestart vanaf de bank. Hij kon deze week niet trainen in verband met werk en een verhuizing en dus vandaag begonnen op de bank. Maar hij is hier voor de eerste keer gevaarlijk. Het gaat redelijk gelijk op in die eerste helft, maar de laatste kans van de eerste helft is voor Feyenoord. De nummer 8 krijgt de bal voor zijn voeten, maar de bal verdwijnt naast het doel van Stef, de nieuwe keeper die in de winterstop overkwam van IJsselmeervogels. Trainer Jurgen Szewczyk brengt bij de start van de tweede helft Nkomi Veld in de ploeg. Mark de Graaf is in de kleedkamer achtergebleven. De thuisploeg is goed uit de kleedkamer gekomen. Scherpenzeel gaat echt op zoek naar de gelijkmaker. Na een korte combinatie met Nkomi legt Arwin aan. Oef. Maar zijn schot belandt net naast de paal. Zo blijft het 0-1. Maar Scherpenzeel geeft niet op, dan niet veel later. De pas van Anouar bereikt Arwin. Die wordt vervolgens gevloerd. Terechte penalty Scherpenzeel. Het is Arwin zelf die achter de bal gaat staan. Ja, en daar is de verdiende gelijkmaker. Zo wordt het 1-1. Na die 1-1 golft het spel heen en weer. Beide ploegen leggen zich duidelijk niet neer bij een gelijkspel. Eerst stift de nummer 8 van Feyenoord de bal over de goal. Maar in de tegenstoot die daarop volgt is Nkomi aan de andere kant gevaarlijk. Maar ook zijn schot gaat naast de goal. Ja, Nkomi! Dan, een kwartier voor tijd, doet Anouar dit. Prachtige aanname en hij brengt gelijk Timo in stelling. Die bereikt Arwin en die werkt de bal achter de keeper. Scherpenzeel op voorsprong, verdient op dat moment, want de thuisploeg is uitstekend uit de kleedkamer gekomen. In die slotfase blijft het spel heen en weer golven. In de 81ste minuut krijgen de bezoekers een vrije trap links van het goal. De bal wordt voorgegeven en uiteindelijk ingekopt door nummer 11, Junior Obiku. Goeie kopbal, hij laat Stef kansloos. Obiku, u hoort het al. Junior is de zoon van oud Feyenoord-spits Mike Obiku. Wie kent hem niet? In de slotfase is Scherpenzeel het dichtst bij de overwinning. Tefik krijgt de bal voor zijn voeten, maar via de keeper belandt de bal op de paal. Wat een kans was dat nog in de zomertijd. Maar hij gaat er niet in. En volgens mij stak ook de grensrechter zijn vlag nog omhoog. Dus zo blijft het 2-2 en moeten beide ploegen genoegen nemen met een punt.